We staan hier voor de oefenbunker. Het is 4 oktober op zondag en we gaan even kijken wat hier allemaal te doen is vandaag. De magie van de oefenbunker, dat is een goede vraag. De bunker is ja, een plaats waar ik al ja, sinds mijn 13e uitga voor ja, mijn favoriete lokale bandjes te zien en af en toe ook grotere bandjes. Metal op zondag. Ik kom echt nog uit een tijdperk dat je in de kelder zit, zeg maar. En dat je echt door de hele buurt vervloekt wordt. Omdat je daar herrie maakt en omdat je blauwe haar hebt. En omdat je uitschot bent. En in de oefenbunker maakt het niet uit. Hoe je er nou uitziet, wat je ook voor muziek maakt. Iedereen is daar welkom. Nou, ik zing in de groep samen met Danny en ik schrijf de tekst ook. Het is gewoon iets waar ik mezelf mee kwijt kan, waar ik gewoon even vrij kan zijn met wat ik denk, wat ik eigenlijk wil zeggen, wat ik zo gewoon met de mensen rondom me heen meestal niet zou zeggen. Iedereen respecteert elkaar, op wat voor niveau je in de maatschappij ook staat. Je maakt samen muziek, je maakt samen een product en dat doe je met veel plezier. De magie van de oefenbunker is gewoon dat de kinderen zich daar thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Dat is de magie van de oefenbunker. Er zijn muzikanten in de oefenbunker uitgegroeid tot professionele muzikanten. Maar ook als mensen gewoon voor een hobby willen blijven spelen, kan dat ook. En je neemt zelf een microfoontje mee, de rest is allemaal aanwezig. En je kunt inprikken en je kunt beginnen. De bunker is voor mij daarin gewoon een hele goede gelegenheid geweest om zonder al te veel regeltjes en de laagdrempeligheid om daar mijn ding te kunnen doen. Enorme vrijheid. Als jonge jongen op zoek geweest naar oefenruimte en uiteindelijk via zeg maar, betrokken geraakt bij de oefenbunker. En ik heb daar al 25 jaar maak ik daar muziek. Dus het is nostalgie en het is ook nog heden voor mij actueel. Dat was een hele lange zondag in de oefenbunker. Ik ga naar Amsterdam en ik ga uitrusten. Doei!